ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। Inmiddels 5:02, lieve luisteraars. Prachtig nummer uit de film Anari. Mukesh ji gana ko gaate hain. En het was een film van Raj Kapoor en Nutan ji. Prachtig nummer. En Raj Kapoor heeft het voortreffelijk mooi geplaybacked. Zoals gebruikelijk tegen deze tijd van de middag een gesprek met een gast. En we praten vandaag over Suriname natuurlijk. Want aanstaande donderdag is het 25 november. Dan kijken de meeste Surinamers terug op 46 jaar stadkundige onafhankelijkheid. En we gaan de komende minuten onder andere ook in dat licht met meneer Richard Biswamitra Kalu in gesprek. En meneer Kalu is in Suriname. Ik heb hem aan de lijn. Meneer Kalu, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Ja, fijn dat u bereid bent met mij in gesprek te gaan. We hebben u nog nooit eerder op de radio gehad, maar ik heb u wel heel lang gevolgd. En ik weet dat u een hele actieve meneer bent en toch wel heel erg nauw betrokken bent met wel en wee van Suriname en de Surinamers. Even voor de luisteraars, als ze u nu kennen. Meneer Kalu, u bent van huis uit ingenieur, hè? Ja. En u hebt hier in Wageningen gestudeerd. Ja, klopt. Ja. U bent landbouwingenieur? Ja. Oké. Iedereen in Wageningen wordt landbouwingenieur. Ja, toch mooi. En dat heeft u bewust gedaan? Is de, bedoel, die richting op? Wat heeft er gemaakt dat u uiteindelijk in de landbouw zich bent gaan specialiseren? Nou, ik had eerder een beurs aangevraagd voor de mijnbouw. Ja. En terwijl het Suriname voor een groot deel afhankelijk was van de mijnbouw in 1968, ja, waren er geen beurzen beschikbaar voor mijnbouw. Mm-hmm. Dus ik heb toen gesproken met Weylen George Hindori. Ja. Dat was een prominente Wageninger. Ja. En die heeft mij toen eigenlijk begeleid en verteld welk vak, welke richting ik kon kiezen in Wageningen. Mm-hmm. En zo ben ik terechtgekomen in Wageningen. Maar heeft u ook een landbouwersachtergrond? Nee. U komt niet uit een familie die het leven in het leven heeft moeten hebben van de landbouw? Wij woonden van oudsher aan de Leidingen. Ja. Ik groeide al op leiding 11. Ja. En op leiding 11. Ja. En mijn grootvader was op leiding 5. Ja. En dat was een agrarisch gebied dat was eigenlijk, Saramakapolder was tot stand gekomen. Ja. Na de crisisjaren 30 van de vorige eeuw. Ja. En diende ervoor om ervoor te zorgen dat er voedsel geproduceerd werd voor Paramaribo. Mm-hmm. Want tijdens de crisisjaren aten ze Paramaribo, Lagadisas en Awaris. Ja, ja, verschrikkelijk. Dus ja. Toen is daar de rijstpolders en de polders aangelegd. Mm-hmm. En we hebben rijst geplant, allemaal planten rijst. Ja. En dat was natuurlijk zonder kunstmest, zonder chemicaliën. En het voordeel is dat de Hindustanen die rijst geplant hebben toen, ja, die zijn gered geworden daardoor. Mm-hmm. Ja. Het is hun overleving geweest, mm-hmm, omdat rijst toen ervoor zorgde dat je in de rijstpolders, ja, en in de kanalen voldoende zoetwatervissen had. Je had garnalen, je had patakas, je had walapas, je had sribas, ja, je had allerlei vlissen in de rijstpolders en in de kanalen. Ja. Dus dat zorgde voor de eiwitvoorziening. Ja. Want de kippen die we kweekten en de eieren die we kregen, die waren voor de verkoop, ja, om daarmee andere dingen te kopen. Ja, duidelijk. Dus dat leven ken ik. Ja. En uw studie in Wageningen, heeft dat ergens toe geleid in Suriname? Heeft u daar iets kunnen betekenen voor met name die sector in Suriname? Ja, dus ik heb gestudeerd in levensmiddeltechnologie. Ja.
gespecialiseerd in de processing. Mm-hmm. En ik ben volgens mij de enige Surinamer die voor de processing afdeling richting gekozen heeft. Ja. Omdat het de meest moeilijke specialisatie is binnen die richting. Ja. Ik heb toen ingenieur Shankar, Ram Shankar, ja, heeft mij aangetrokken voor de Stichting Machinale Landbouw. Ja. Ik heb toen daar de Rijs Parboilfabriek gebouwd. Mm-hmm. Daarna ben ik naar Latijnse Amerika gegaan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Ja. In Nicaragua, Honduras en Guatemala. Mm-hmm. En daarna ben ik teruggekeerd in Suriname, heb ik gewerkt bij het opzetten van de oliepalmcultuur te Patamaka. Mm-hmm. Daarna heb ik geholpen bij het opzetten van para-industries. En na para-industries ben ik gaan werken met het management van een aantal als huisadviseur van de Surinaamse Bank. Was ik belast met het managen van landbouwbedrijven die in zwaar weer kwamen. En eigenlijk in grote liquiditeitsproblemen kwamen te verkeren. Ze hadden grote schulden bij de banken. Ja. En ik heb toen dus die bank en de bedrijven van, wat ik zeg, van Benny en van Alibux-Weilen, ja, heb ik toen gezond gemaakt. Mm-hmm. En daarna ben ik verder gegaan als consultant. Ja. U bent ook actief in de politiek geweest, hè? Heb ik gezien. Ja, ja, toen ben ik, in die periode ben ik toen daarna, toen ik consultant was, aangezocht om minister van Handel en Industrie te worden. Ja. En in het vervolg daarop ben ik toen minister van Openbare Werken geworden. Ja, dat was in de tijd Venetiaan? Dat was eerste periode Venetiaan, ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. We komen daar straks op terug. Meneer Kalou heeft inderdaad een staat van dienst. Heel veel ervaring. U heeft op vele fronten zich verdienstelijk gemaakt, bekwaamd. Ik wil met u terugkijken op 46 jaar stadkundige onafhankelijkheid. Terugkijkend op 46 jaar. Als we kijken naar waar we vandaag staan, kunnen we daar trots op zijn? Nee. Die onafhankelijkheid was niet nodig. Mm-hmm. Niet op dat moment en eigenlijk nooit niet. Mm-hmm. Waarom? Omdat kleine landen hebben het moeilijk hebben om te overleven in de toekomst nu en in de toekomst nog meer. Mm-hmm. Omdat zij in feite een groot aantal zaken zelfstandig niet kunnen doen. Ze zijn te ver verwijderd van bevriende naties. Mm-hmm. En ze kunnen zich dus niet zelfstandig ontwikkelen. Ja. Ze hebben daarvoor, omdat ze klein zijn, hebben ze daarvoor niet de intellectuele capaciteit om zelfstandige economische ontwikkeling tot stand te kunnen brengen. Mm-hmm. Om dat te kunnen doen, moet je over voldoende intellectuele capaciteit beschikken. En economische ontwikkeling komt niet tot stand omdat je beschikt over natuurlijke hulpbronnen, over olie, over veel geld. Als je het verstand niet hebt, dan kom je niet ver. En dat is het bewijs van Suriname. Wat bij Suriname gegaan is, veel natuurlijke hulpbronnen, veel ontwikkelingshulp, ontwikkeling nul. Mm-hmm. Dus Suriname hoefde niet onafhankelijk te worden. Het staat nergens in de Bijbel of in de Koran dat je onafhankelijk moet worden. Maar we weten dat eigenlijk mensen stonden te schreeuwen en te popelen om onafhankelijk te worden. Maar die wilden alleen maar onafhankelijk worden om dichter bij de pot te kunnen komen. Ja. We hebben het nu over de periode van de NPK, hè, van Aaron en Bruma. En zegt u van zij hebben onze willens en wetens, in deze situatie gebracht. Hebben ze zichzelf overschat of hebben ze de zelfstandigheid onderschat? Ze hebben de zelfstandigheid onderschat. Ze hebben zichzelf overschat. Ja. Omdat het de mensen zijn die in feite nog grotendeels tribaal zijn. Ze hebben net een paar generaties, dat is 5 tot 6 generaties, als we rekenen vanaf 1700, hebben ze kennis gemaakt met de moderne beschaving van geld, ja, van markten, van productie. Terwijl het eigenlijk 300.000 jaar lang zijn het roofbouwers geweest. Mm-hmm. Ze denken dus ook als lid van een stam en ze zijn ook
eigenlijk hun bewustzijn wordt gedirigeerd door stamtribale instincten. En bij hun is macht, in primitieve culturen is macht een magisch woord. Dat betekent dat men met macht veel meer kan bereiken dan met arbeid en met sparen. Dus men wil de macht hebben om dichter bij de pot te komen. Ja. En dat hebben de mensen van Guadeloupe en Martinique, die graag onafhankelijk wilden worden, die hebben dat precies zo gezegd. Sarkozy heeft een referendum laten houden in alle overzeese gebiedsdelen van Frankrijk, wie wilde onafhankelijk worden en wie niet. Ja. En toen zijn de mensen die voorstander waren, die hebben gewoon op Al Jazeera televisie gezegd, we willen onafhankelijk worden omdat wij bij de pot willen, mm-hmm. maar we willen ook eigenlijk in grote huizen wonen en in grote auto's rijden. Ja. Dus natuurlijk de meerderheid van de mensen op Guadeloupe en Martinique hebben dat gevolgd, hebben natuurlijk tegen de onafhankelijkheid gestemd. Ja. En dat is ook wat in Suriname gebeurd is. Men wilde dichter bij de pot zijn om in feite zonder te presteren een goed leven te hebben. Ja. Vooral toen er zoveel miljarden aan ontwikkelingshulp was. Ja. Dus zonder kennis van zaken, zonder verstand van hoe je een kippenhok bouwt of hoe je een makovenwinkel runt, wilde men het land gaan draaien. Het kan niet. Ja. En het is gebleken ook. Wij gaan van crisis naar crisis. Ja, eigenlijk zegt u van het land had nooit onafhankelijk mogen worden. Vanwege de fundamentele zaken. Lees niet voldoende know-how hebben in huis. Om het land op alle fronten goed te kunnen besturen. Daar komt het op neer. Ja. Ja. Aaron en onze vriend Bruma, dat waren toch geen domme mannen. Die waren goed geschoold. Die hadden van Bruma weet ik dat hij jurist was. Wat Aaron precies gestudeerd had, weet ik niet. Maar had ook wel een, denk ik, een op zijn minst een HBO-opleiding achter de rug. Die hadden toch iets van de wereld gezien en geroken. En wisten toch een beetje van wanten. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is niet zo. Je moet zo zien dat een diploma, een opleiding, die haalt niet weg wat je in je genen hebt, mm-hmm. wat je in je DNA hebt. En bij velen, zeker bij de mensen die net het tribale tijdperk verlaten hebben, yeah. en net kennis hebben gemaakt met de beschaving, dat merk je ook bij de mensen in het Midden-Oosten yeah. en Afghanistan, die worden gedirigeerd. Hun tribale instincten overwinnen het van hun rationele overwegingen. Yeah. Dus en hun tribale instincten zeggen hun dat zij moeten proberen te overheersen boven de andere groepen. Ja. En zo heeft de PNR de ideologie geformuleerd van of zij overheersen of op zijn minst moeten sprake zijn van etnische evenwichten. Ja. Met andere woorden, eigenlijk moet voorkomen worden, daar kwam het in de praktijk op neer, dat de Hindustanen economisch en politiek te machtig zouden worden. Ja. En ze zijn daarin geslaagd, geholpen door de VHP. Ja, de VHP zegt, nou ja, de VHP was toch tegen die onafhankelijkheid? Ja, ze waren toen tegen de onafhankelijkheid. Ja. Maar ze hebben 3 keer Venetiaan tot president gemaakt. Ja. En die heeft alles gedaan om te voorkomen om de economische macht van de Hindustanen te breken. Ja. Door eerst de Chinezen te importeren en later door eigenlijk te saboteren dat er industriële en economische ontwikkeling op gang komt. Mm-hmm. Venetiaan had alleen maar geld nodig om de mensen die het ambtenarenapparaat zitten, die voor een groot deel NPS'er zijn, om hun te onderhouden. Economische ja. ontwikkeling, daar had hij niets aan, omdat economische ontwikkeling in hun mindset, in hun denken, dat zou alleen maar de Hindustaanse politieke macht en economische macht groter maken. Omdat wie zijn de ondernemers? De ondernemers zijn in overwegende mate Hindustanen, Chinezen, Javanen en Libanezen. Ja, maar Hindustan was dus, de Hindustanse dus zij zouden, ja. zij zouden dus daarvan niet profiteren. Dus in hun cultuur, hun tribale cultuur, is Afrikaanse cultuur, is gedeelde armoede is altijd beter dan een bepaalde etnische groep die vooruit gaat. Ja.
Nee, duidelijk. Tenminste, de ambities, de bedoelingen van de PNR is mij overduidelijk. Hè? Ik heb die tijd meegemaakt. Maar heeft Suriname niet, zeg maar, de luxe gehad dat op dat moment er een bewind in Nederland was die ook graag van Suriname af wilden en dat men met de marginale meerderheid uiteindelijk Nederland zo ver heeft weten te krijgen dat Jan Pronk, die hebben toen natuurlijk hun volledige medewerking gegeven voor die onafhankelijkheid. Ja, dus die waren gebrand erop om Suriname onafhankelijkheid te geven. Ja. Ik kan het begrijpen vanuit hun standpunt. Ze wilden geen schuldig geweten hebben. En ze wilden in feite niet hebben dat als de negers in opstand zouden komen, ja, zoals dat gebeurd is op Curaçao, dat ze branden zouden gaan stichten en dat zouden troepenmacht moeten optreden. Dan zouden ze schieten op negers. Dat willen ze niet hebben. En ze hebben daardoor dus tegen geen referendum gehouden. Wat Sarkozy wel gedaan heeft. Ja. Wat ze zelf later ook gedaan hebben op de Antillen. Ja. Daar hebben ze wel een referendum gehouden. En in Suriname hebben ze toen geen referendum gehouden. En ze hebben daarmee de meerderheid van de Surinamers tot slachtoffer gemaakt van de Creolen. Ja. Omdat als ze een beetje kennis hadden gehad van hoe en wat Creolen zijn, dan hadden ze geweten dat die altijd kabaal maken. Ja. Als het goed gaat, maken ze kabaal. Als het slecht gaat, maken ze kabaal. Als het minder goed gaat, maken ze kabaal. Als het heel goed gaat, maken ze ook kabaal. Ze maken altijd kabaal. Ja, maar er was oppositie vanuit de zijde van de Hindustanen. Die kwamen duidelijk ook op straat. Die lieten ook van zich horen. Maar maakte dat dan geen indruk op de Nederlanders? Had hij wel indruk gemaakt op de Nederlanders, of wat ze toen ze al hun woord gegeven hadden. Ja. Toen de onafhankelijkheid al voor de deur stond, konden ze dat niet meer tegenhouden, want ze hadden al hun woord gegeven. Ze hadden alles al in place. Wat ze gedaan hebben, is ervoor zorgen dat iedereen die niet wilde blijven in Suriname, dat ze die opgevangen hebben in Nederland. En eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat die een goed een heenkomen hadden in Nederland. Daarvoor hebben ze wel gezorgd. Ja, duidelijk. Maar ze hebben wel gelijk daarmee eigenlijk Suriname tot slachtoffer gemaakt, omdat de meerderheid van de bevolking die was tegen de onafhankelijkheid. Ja. En het grootste deel van het kader is weggetrokken en daarna in 1982 weer. En daarvan is Suriname slachtoffer. Daarom zijn er kleine landen hebben niet de intellectuele capaciteit, niet genoeg kritische massa aan intellectuele capaciteit om tot zelfstandig tot ontwikkeling te komen. Ja. Daarom mogen ze eigenlijk niet onafhankelijk worden. Ja, nou ja, het was kantje boord, hè, want de VHP had uiteindelijk toch wel bij de oppositievoering in die marginale meerderheid die de NPK had, de meerderheid dan naar zich toe weten te trekken. En feitelijk is die onafhankelijkheid bewerkstelligd doordat meneer Hindori een bepaalde keuze maakte. Als u terugkijkt op dat moment, wat voor gevoelens... Nou, niet eens dat. Het is daarvoor gebeurd. De NPK had een minderheid. Ja. En ze konden niet vergaderen omdat de VHP geen quorum verdiende. Ja. Op dat moment had Ferrier moeten optreden. Mm-hmm. Ferrier is niet opgetreden. Op het moment dat de regering geen meerderheid heeft in het parlement, dan moet men zijn mandaat teruggeven. Mm-hmm. Maar Ferrier heeft gedaan wat de Nederlandse regering wilde. Ze hebben dus de NPK in het zadel geholpen. En als gevolg daarvan is uiteindelijk Korendijk wel benoemd, toegelaten door de assemblee. De VHP heeft toen wel quorum verleend. En zo kon Korendijk toegelaten worden. En toen was de zaak kilo. Ja, gelijk, omdat, hè? Omdat eigenlijk een aantal DNA-leden of assembleeleden of parlementsleden toen uit de NPK gestapt zijn. Precies. Met name Sommer en nog twee anderen. Ja, ja. Lee Kong Fong, hè, en dat soort mensen. Lee Kong Fong en mevrouw
Klarke. Maar goed, dus, ja, met dat gegeven had de NPK die onafhankelijkheid nooit kunnen realiseren. En Nederland kon op dat punt nimmer, zeg maar, met een minderheid dat land onafhankelijk maken. En dan krijg je dat cruciaal moment, die ene avond, dat dan toch wel iemand van de VHP de deur opengooit voor de NPK. Ja. Hoe kijkt u naar dat moment? Ja? Hoe kijkt u naar dat moment? Bedoel, is de Hindustan door de Hindustan bedrogen? Is dat, bedoel, u zegt zelf, we waren niet in de positie om onafhankelijk te worden. Wij hadden oppositie gevoerd om die onafhankelijkheid. En ik vind dat Laxman toch wel op dat punt strategisch een behoorlijk staaltje politiek heeft bedreven. Dat die mensen uit de NPK wisten lees los te peuteren. En vervolgens de NPK in de minderheid brengt. En daarmee hebben we die onafhankelijkheid op dat moment kunnen stuiten, feitelijk. En we zien dat één van ons dan toch wel die genadeslag toebrengt. Ja, dus kijk, Hidori heeft toen op grond van zijn eigen overwegingen die stap gedaan. Ik kan me niet in zijn schoenen plaatsen, want hij moet onder zware druk gestaan hebben, met name van Nederland. Ja. En ik denk dus dat gemaakt heeft dat hij toen die stap genomen heeft. Ja. Als hij geweten zou hebben wat er met het land gebeurd is, dan had hij het nooit gedaan. Ja, maar goed. Dat is het punt. Okay. Als hij in de toekomst had kunnen kijken, dan zou hij het nooit gedaan hebben. Kunnen we deze situatie nu ook voor een deel aan hem toeschrijven? Eigenlijk niet. Waarom niet? De instigator is Bruma geweest, is de PNR geweest. Ja, die had gefaald. Ja, die was helemaal gefaald. Die had de meerderheid verloren. Een van ons gaat dan de helpende hand aanreiken, zodat zij verder kunnen. Ja, ja. Dan, had, dus kijk, en, ja? dan kun je zeggen van Charles heeft niet goed gehandeld. Charles heeft de VHP verraden. En hij is ook als zodanig behandeld geworden door de VHP. En hij heeft daarmee met zijn hele leven lang moeten leven. Ja. En ik denk dat hij dus uiteindelijk tot de conclusie geweest moet zijn dat hij toen niet had moeten buigen voor de druk. Ja. Om te stemmen voor de onafhankelijkheid. Was zijn verhaal op de televisie geloofwaardig? Hij stelde die avond dat hij een bloedbad wilde voorkomen in Suriname. Zou er in Suriname een bloedbad geweest zijn? Nee, ik denk het niet. Ja, hij gebeurt dat als alibi om zijn dus, dater, ja? Dus kijk, dat is altijd het argument geweest van de VHP-zijde. Hij heeft het argument gebruikt van Latsch. Latsch heeft altijd bij zijn verbroederingspolitiek, om dat te rechtvaardigen, heeft hij het argument gebruikt, anders hebben we een bloedbad. En Latsch heeft daardoor altijd ingeleverd ten nadele van de VHP. Ja. Behalve bij de onafhankelijkheid, maar hij heeft later altijd ingeleverd. Ja, nee, duidelijk. Dus dat is het punt, maar eigenlijk, het is een gepasseerd station. Het heeft geen zin om daarover nog te bakkeleien, laat maar het zo zeggen. Over naar de toekomst kijken en kijken hoe we zien dat we uit de huidige situatie geraken en een betere toekomst hebben voor Suriname dan wat er nu gepresteerd is sinds 1975. Nu even terug naar wat u zei, hè? Ik bedoel het feit dat Suriname deskundigheid ontbeerde toen. We zitten 46 jaar verder. Is de staat op het gebied van status quo op dat punt enige verschuiving opgetreden? Of zegt u, we zitten in dezelfde situatie als toen op de dag van 25 november 1975? Dus we zitten in dezelfde situatie. Ja? Omdat wij dus een aantal keren grote exodussen hebben gehad. Ja. Mensen die uit Suriname weggetrokken zijn, dat is 75, mm-hmm. daarna 1980, daarna 1982. En daarna weer bij die kerstkoep. Ja. En daarna weer toen eigenlijk Boutersen de verkiezingen won in 2010.
de situatie is gebleven. We hebben nog steeds in feite onvoldoende intellectuele capaciteit om dit land uit de problemen te halen. Ja. En het is jammer dat, maar dat is, hoeft geen handicap te zijn als je een regering hebt die in feite weet wat samenwerken is. En die dus in feite weet hoe hij alle positieve krachten, alle deskundige krachten moet bundelen. En helaas hebben we zo'n politicus niet die in feite bereid is om alle krachten die nodig zijn om het land te ontwikkelen, om die te bundelen. Dat is jammer. Dat is in die 46 jaar geen enkel leider gelukt om zeg maar krachten te bundelen en mensen op te trommelen, competente personen, om samen te werken naar het opbouwen van het land Suriname, zegt u. Nee, het is niet eens. Het is ook logisch, omdat onze leiders, politici, het niveau daarvoor missen. Ik noem ze altijd stamhoofden, omdat ze in feite, er zijn stamhoofden en kleinhoofden, ja, die in feite denken aan het enge belang van hun, van de familie, van de loyalisten, van de eigen stam, en die niet eigenlijk denken aan het algemeen belang. En dat is en dus ze ontberen niveau qua beschaving, qua kennis van economische ontwikkeling, kennis van hoe breng je economische ontwikkeling tot stand en kennis van hoe bestuur je een land. Een diploma zegt niet veel. Ja. Je kunt een diploma hebben en je kunt hier gestudeerd hebben, je kan een prominente universiteit in het buitenland gestudeerd hebben, maar nergens leer je hoe je een land moet besturen, hoe je een land moet ontwikkelen. Dat leer je alleen als je daarvoor bij speciale instituten gaat die daarvoor hun kader opleiden. Ja. Grote landen hebben instituten zoals de Democratische Partij in Amerika, ja, zoals de politieke partijen in Nederland, die hebben allemaal hun ontwikkelingsinstituten, ja, en die, daar worden mensen opgeleid in het denken van die partij, de ideologie van de partij, maar ook van wat gaan ze doen als ze eenmaal de macht hebben, hoe gaan ze het land ontwikkelen. Ja. Het probleem is dat de meeste politici bij ons dat bewustzijn niet hebben. Ze weten niet eens dat Suriname een derde wereldland is. Als ze op een stoel gaan zitten, weten ze niet wat ze moeten doen. Dus het enige wat ze doen is politici en is familie en vrienden benoemen en eigenlijk de lopende gang van zaken gaande houden. Verder dan dat komen ze niet. Omdat ze nooit daarover hebben nagedacht. Ja. Je zou verwachten dat de generatie verder de generaties zich ontwikkelen en dat leren van het verleden. Als ik u zo hoor, zegt u feitelijk dat de ontwikkeling in Suriname generatie op generatie stil heeft gestaan? Ja, dus kijk, in het dierenrijk is het zo dat bijvoorbeeld bij de leeuwen, ja, elke welp leert van de leeuw en van de leeuwin hoe hij zijn prooi moet verscholken. Ja. Hoe hij prooien moet vangen. Vogels leren, zeker die vogels hoog in Suriname of in de Andes, de condor, die leren om te vliegen. En hoe leren ze om te vliegen? Die kleintjes worden gewoon uit het nest gegooid en dan moeten ze maar leren vliegen. Als ze niet kunnen vliegen, dan gaan ze dood. Klaar. Ja. Bij ons, bij de mens, leren we omdat wij eigenlijk het alfabet hebben uitgevonden en we hebben scholen uitgevonden, we hebben boeken gemaakt en alle kennis zit dus op boeken, in video's, op internet en overal. Maar, er is één grote maar, voor een politicus moet er de wil zijn om zich te scholen. De mensen die hier de politiek ingaan, die denken dat ze een diploma hebben of een bepaalde opleiding hebben en dat dat genoeg is om het land te besturen, om een ministerie te besturen of om een bedrijf te managen. Uiteindelijk zien we daarom dat ze, de mensen die bedroemd worden om bedrijven te managen,
dat ze allemaal falen. Van de meer dan 145 parastatale bedrijven zijn maar ongeveer 10 over die nog goed functioneren. Ja. De rest is allemaal bankroet gegaan. Mm-hmm. Dus ze hebben zich nooit die kennis eigen gemaakt, die kunde, die vaardigheid eigen gemaakt. En de politieke partijen leiden ze ook daarvoor niet op. Ja. De kadertraining bij de politieke partijen is gewoon soep met balletjes. Dus ze weten niets over hoe komt het dat andere landen, die derde wereldland zijn, arm land zijn, hoe komt het dat zij ontwikkeld zijn geworden? Neem het voorbeeld van Singapore, ja. Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Japan, dat waren allemaal niet zo rijke landen. Mm-hmm. Maar ze zijn toch hoog ontwikkeld geworden. Mm-hmm. Neem Mauritius als voorbeeld. Klopt. Die heeft geen olie, geen bauxiet, ze hebben niks. Het is een kale rots. Neem Barbados als voorbeeld, ook een kale rots. Op Barbados en Mauritius groeit alleen suiker niet. Mm-hmm. En toch zijn ze hoog ontwikkeld geworden. Mm-hmm. Ze hebben behoorlijk bestaan voor hun inwoners kunnen bieden. Suriname is rijk aan natuurlijke hulpbronnen, maar onze politici hebben geen enkel benul. En ik moet ook echt zeggen, geen enkel benul. Ze weten geen moer. Meneer... hoe ze met die vis, een visindustrie moeten opzetten. Mm-hmm. Ze weten niet hoe ze met die hout, een houtindustrie moeten opzetten. Ze weten niet hoe ze met eigenlijk al die natuurlijke hulpbronnen, goud, bauxiet, een eigen goudindustrie moeten opzetten. Ze weten dat compleet niet. Of het nou Venetiaan is, of Boutus is, of Santoki is. Ze weten het. De enige persoon die de potentie in zich had, omdat hij een groot landbouwbedrijf geleid had, was Ramsewak Sankar. Maar hij heeft de mogelijkheid niet gehad om eigenlijk de volle 5 jaar te dienen. Ja. Ook omdat hij eigenlijk het probleem had met Lachman. Lachman was een echte baboe dat betreft. Ja. Lachman wilde de belangrijkste Hindustan zijn. Ja. En hij is gezwicht voor druk vanuit de NDP. Ja. We hebben vorig jaar verkiezingen gehad. Hè? Was het vorig jaar? Ja, 2020. 25 mei. We hebben 10 jaar daarvoor een periode Boutersen gehad. Dat ook gekenmerkt was door falend beleid, armoede, schuldencrisis. Dat was niet anders als de jaren daarvoor. Er was 25 mei toch wel enige hoop op de nieuwe leider die opstond in de persoon van de huidige president. Als we naar deze president en zijn presidentschap nu kijken, in het licht van vernieuwing, verandering, kansen, uitdagingen, zegt u ook dat hier dezelfde, zeg maar, inborst is van kleinschalig denken, zoals u dat typeert vanuit het stamhoofdgedachte? Dus als je kijkt naar de daden, hij heeft heel wat beloftes gedaan. Ja. Bij het publiek bestond het beeld, en ze kennen de VHP niet, ik ken de VHP wel. Ja. Dat de VHP bomvol deskundigen zat. Ja. Ze hebben wel een aantal mensen daar die een diploma hebben, maar 80% zijn meester in de rechten. Die weten alleen maar papier te schuiven van links naar rechts en van rechts naar links en van boven naar beneden en beneden naar boven. Verder kunnen ze niks. Dus de VHP beschikt niet over die deskundigheid. En men is, heb kunnen zien aan in feite tot nu toe wat er in de afgelopen 1,5 jaar is vertoond, dat men niets positiefs heeft gedaan om in feite het land uit het dal te helpen. Mm-hmm. De koers is een beetje stabiel, maar dat komt niet alleen door het feit dat de monetaire financiering zwaar gereduceerd is, maar dat komt vooral omdat de cocaïnesector op volle toeren draait. Mm-hmm. 90% van onze importen, nou niet 90%, 80% van onze importen worden betaald door de informele sector. Mm-hmm. Maar van het grootste gedeelte door de illegale informele sector. Mm-hmm. Met andere woorden, we importeren voor bijna 2 miljard dollar per jaar, maar onze legale deviseverdiensten zijn amper 450 miljoen dollar.
Ja. Dus, en daarin komt geen verandering, omdat in feite de president nog steeds niet begrepen heeft wat hij moet doen. En ook niet weet wat hij moet doen. Dus wat ik al zei, de intellectuele capaciteit is er niet om in feite ontwikkeling op gang te brengen om de sociaal-economische problemen op te lossen. Ja. Die capaciteit is er niet. Daarvoor moet je echt, voordat je president wordt, tijdens je leven daarop gestudeerd hebben. En als je dat niet hebt gedaan, dan ga je niet in één avond leren. Dat gaat niet. Nooit van je leven. Zegt u dat deze rol voor hem een maatje te groot is? Het is een heleboel maten te groot. Ja, ja, ja. U zegt het is een incompetente president. Hij komt tekort aan kennis. Hij heeft geen ideologische inzichten. En heeft ook niet het vermogen om de juiste mensen bij elkaar te verzamelen om het klusje te klaren. Dus het is, de VHP heeft geen ideologie, daar heb je een probleem. Mm-hmm. Daar begint het mee. Mm-hmm. Hun enige ideologie is, wat geformuleerd is geworden door Jan Adin, is verbroederingspolitiek. Ja. Ja, maar dat is geen ideologie, dat is voor de gekhouderij. Nee. Een visie op de maatschappij, op de mens, op de toekomst, dat hebben ze niet, zegt u. Dat hebben ze niet. Ze hebben ook geen enkele visie. Ze hebben nooit een plan gemaakt. Mm-hmm. Terwijl ze wisten dat ze regeermacht zouden krijgen, ja, hebben ze nooit een ontwikkelingsplan gemaakt. Ja. En tot op de dag van vandaag is er nog geen officieel nieuw ontwikkelingsplan. Is dat de reden dat men niet tot resultaat kan komen, duidelijke prioriteiten kan stellen om een aantal acties uit te rollen om uiteindelijk het resultaat aan de dag te leggen? Is dat de reden? Dat is de reden, maar niet alleen dat. Ik heb de persoon die verantwoordelijk was voor het maken van het conceptontwikkelingsplan, ja, die heeft mij gevraagd om een bijdrage te leveren. Ja. Ik heb mijn commentaar gegeven. Ja. En ik merk dus dat in feite bijna alles hetzelfde is wat we gekend hebben sinds de jaren 87. Ja. Het is wat ik noem proza. Ja. Proza wil zeggen mooie ideeën, ja, mooie, een heleboel mooie zaken, ja, maar in feite niets concreets. Als je gaat op het internet en je gaat ontwikkelingsplannen downloaden van bijvoorbeeld de Filipijnen, van India, van andere landen, ja, dan zie je dat het ontwikkelingsplan niets anders is. Een vijfjarig plan zijn het meestal. Het is niets anders dan een investeringsplan. Ja. En ons ontwikkelingsplan kent geen investeringsplan. Het heeft mooie ideeën, maar al die ideeën moeten eerst uitgewerkt worden. Ze moeten getoetst worden op hun haalbaarheid. En ze moeten dusdanig gegoten worden in implementeerbare projecten, ja, die bankabel zijn, dus financierbaar zijn, ja, en die uitvoerbaar zijn. Ja. En je moet rekening houden met een aantal zaken als regionale ontwikkeling. Mm-hmm. In de districten moeten ook projecten komen, daar moet ook ontwikkeling zijn voor werkgelegenheid en voor productie. Yeah. Je moet ook eigenlijk denken aan export, omdat wij eigenlijk voornamelijk denken aan export, omdat wij eigenlijk 80% van onze importen betalen met cocaïne geld. Ja. Laat me zo zeggen. Ja. We leven van de misdaad. Suriname leeft van witwasserij, mm-hmm, en van de misdaad. Mm-hmm. Dat is wat Suriname doet. En men schaamt zich daar niet voor. Onze leiders schamen zich daar niet voor. Ja. Ik las in het herstelplan trouwens dat ze een bedrag van 6 miljoen US dollar hebben opgevoerd om investeringen van particulieren mogelijk te maken. Is dat, ik bedoel, dat, en er zijn 140 projecten, dacht ik, die gedetecteerd zijn om lees uit te rollen, om uiteindelijk ontwikkeling te genereren. Zijn dat projecten, zijn dat investeringen die u niks zeggen? Nee, herstelplan is prullenmand materiaal. Het is geschreven, het is gebaseerd op projecten ontwikkeld door de NDP. En de NDP gaat geen projecten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat er productie komt, dat de particuliere sector gaat produceren, dat de particuliere sector geholpen wordt, ja, om tot volwassenheid te komen, omdat overal ter wereld de echte productie komt van de particuliere sector. Ja. Maar als de particuliere sector zwak is,
dan moet ze eerst geholpen worden om tot volwassenheid te komen. En daarvoor was het eerste en het tweede 5-jaren plan bedoeld en het 10-jaren plan bedoeld. Maar dat is de grond ingeboord na sinds meneer Venetiaan aan het bewind is gekomen dankzij de VHP. De VHP heeft hem 3 keer president gemaakt en Boutersen heeft het beleid van Venetiaan gecontinueerd. Ja. En het beleid van Venetiaan en van Boutersen wordt gecontinueerd door de VHP. Ja, vond u... En dus ja. Het herstelplan is een plan om ministeries, de hobbyprojecten die op het ministerie zijn, om die beter te laten functioneren. Ja. Ja, allerlei mooie dingen gaan ze daar doen. Ja. Maar aan harde productie, aan de schepping van duurzame werkloosheid, aan de schepping van exportverdiensten, aan de schepping van capaciteit om de betalingsbalans te ondersteunen, vindt er zero, nada, niks. Ja, nul. Geen activiteiten om deficit te genereren, zegt u. Ja, niets daarvoor. Ja, ja. En dat, met andere woorden, het wordt weggegooid geld. Ja. En is het realistisch van Santoki om 6 miljoen aan ambitie te hebben voor investeringen vanuit particuliere hoek? Heeft Suriname zo'n investeringsklimaat dat zoveel geld door particulieren daar nu anno 2021 gebracht zou worden? Dus kijk, wat nodig is, en dan moeten we het voorbeeld van Pronk volgen. Ja. Pronk had gezegd, zolang in feite je geen monetaire stabiliteit hebt... Ja. Heeft het geen zin om investeringen te bevorderen, om ontwikkelingsfinanciering voor investeringen te geven. Yeah. Op het moment dat de koers stabiel was en we hadden monetaire stabiliteit, heeft Pronk voor het investeringsfonds, het IFONS, 25 miljoen beschikbaar gesteld. Mm-hmm. Nou, dat geld heeft een jaar gelegen onder Venetiaan. Bij de Nationale Ontwikkelingsbank ja. Is daarmee niks gebeurd. Mm-hmm. Totdat ik directeur werd van de Nationale Ontwikkelingsbank. En ik heb al dat geld binnen 1 jaar uitgezet. En 90% van de projecten zijn geslaagde projecten geworden. Mm-hmm. Ja. Maar daarna kwam Venetiaan weer aan de macht. En die heeft dus nooit meer 1 rode cent vrijgemaakt voor investeringen in de productie. Ja. En dat beleid wordt nu voortgezet. Dus het geld is niet voldoende. We hebben monetaire stabiliteit. Nu kan er geïnvesteerd worden. Maar je moet daarvoor ontwikkelingsfinanciering beschikbaar stellen. En wat zou moeten gebeuren? Wat ik zou doen? Ik zou daarvoor, als ik president was, zou ik daarvoor alle goede krachten bundelen. Ik zou zelf, omdat ik er verstand van heb, ik heb overal in Suriname gewerkt en ik heb in alle sectoren zo wat gewerkt. Dus ik weet wat ik moet doen. Ik zou een terms of reference maken. Mm-hmm. En op basis daarvan zou ik alle krachten bundelen om een nieuw investeringsplan, een nieuw ontwikkelingsplan te maken. En op grond daarvan een aantal haalbare projecten te destineren. En die zou ik aanbieden ter financiering aan de ontwikkelingsbanken als de IDB. En de Wereldbank. En de Europese Investeringsbank. En waarom bent u nu betrokken? Heeft men u niet gevraagd? Of vindt men, nou ja, heeft u een politieke kleur die niet gelust wordt? Ik heb een politieke kleur die gelust wordt. Ik ben kritisch. En ik zeg precies wat ik denk. U heeft een politieke kleur die wel gelust wordt? Nee, ik heb geen politieke kleur die gelust wordt. Ja, omdat ik kritisch ben. Ja. Derby had in het oude parlement gezegd, pas op minister Kalu. Hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Ja. Dat was de waarschuwing van Venetiaan. Ja. Maar dat is ook zo. In feite, Santoki heeft dat niveau niet, want hij moet het kunnen managen. En niemand in die regering kan dat managen. Een team van kader, van deskundigen, om hun te laten doen wat echt nodig is. Ze kunnen dat niet managen. Ja. Daarvoor heb je... Als een regering dat die kan doen, hebben ze in het buitenland ervoor gezorgd dat ze daarvoor ontwikkelingsinstituten hebben. Ze hebben een ontwikkelingsbank voor de ontwikkelingsfinanciering. Mm-hmm. En ze hebben een ontwikkelingsinstituut die in feite ervoor gaat zorgen dat die gaan kijken wat zijn de op grond van de productmarkt
technologiecombinaties? Wat zijn de haalbare projecten die kunnen bijdragen aan de betalingsbalans voor alle districten in Suriname? Niet alleen voor Paramaribo, ook voor Para, ook voor Coroni, voor Saramaca, voor Nikeri, voor Brokopondo, voor Marowena, voor Komowena. Ja. En dan, als je die dan gebundeld hebt allemaal, dan aanbieden aan een ontwikkelingsbank om het te financieren. Ja, nu is begrijp dat is de methode die gevolgd moet worden, maar je moet daarvoor een ontwikkelingsinstituut hebben. Ja. En ik heb al diverse keren geschreven, daarvoor moet je de IDCS, ik heb de statuten van IDCS geformuleerd, moet je die weer opstarten. Ja, waarom? Wat doet men? Ja. Men maakt nu andere dingen, waaronder, ze wisten niet eens hoe ze een instituut moesten oprichten. Hoe ze naam moesten voor noodschap moesten oprichten. Ze hebben het tot twee keer toe verkeerd gedaan. U heeft het over dat investeringsfonds nu, u heeft het nu over dat investeringsfonds. Bedoelt u dat? Ja. Ja. Dus ze hadden eerst een of andere toestand. Ze hebben dat twee keer gedaan. Ja. Surfing, geloof ik, ja. Ja, ja. Ze hebben twee keer gedaan, twee keer mislukt. Ja. Nu hebben ze CITA. Ja. Dat is een fonds, een soort instituut, dat ervoor moet zorgen, is een kopie van Go Invest van Guyana. Ja. Die ervoor moet, het is een one-stop agency om in feite investeerders te faciliteren. Mm. Maar, daar zit het punt. Daarvoor was Investuur. Mm-hmm. Investuur is speciaal opgezet tijdens de regering Venetiaan, waarin de VHP ook zat. Ja. Maar die stommelingen slapen altijd tijdens de ministerraad, klaarblijkelijk. Dus die hadden niet in de gaten dat er een investeringswet was. En ze hebben goedgekeurd de oprichting van een investuur die aan die investeringswet uitvoering moet geven. Mm-hmm. Dus nu heb je een investeringswet, maar er is geen investuur, geen instituut die investeringswet moet gaan uitvoeren. Mm-hmm. Dus waar ben je dan? Je bent dan nergens. Ja. Dus het is gewoon, men is gewoon stom bezig. Ja. Maar dat was, bovendien, dat instituut wat ze nu gemaakt hebben, Surfing, wat in hun hoofd is, ja. CITA. CITA, ja. Dat is bedoeld om buitenlandse investeerders aan te trekken. Ja. Maar dat is het stomste wat je kan doen. Want? Omdat geen enkel land op deze wereld, onthoudt u dat goed, meneer Kartara? Ja. U reist veel, neem ik aan. Beetje, ja. Oké, corona houdt je naar huis. Nou is goed, blijf thuis. Ja, dat zijn de beperkingen helaas. Maar goed, ik heb een groot deel van de wereld gezien, klopt. Ja. Geen enkel land, derde wereldland, is ontwikkeld geworden door buitenlandse investeerders. Mm-hmm. Buitenlanders investeerden gaan landen als Suriname, als Afrika. Ja. Om grondstoffen te halen op een goedkope wijze. Ze kopen de leiding van het land om. Dan maken ze een contract dat in hun voordeel is. Ze roven alle mijnbouwschatten. Ze laten alleen maar grote gaten in de grond achter. Ja. En dat is gebeurd met Suriname. Mm-hmm. Het sprekend voorbeeld is de goudsector. Ja. Daar heeft men in feite multinationals binnengehaald. En ik heb toen diverse malen in de ware tijd geschreven dat we de goudsector op eigen kracht hadden kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Omdat goud eigenlijk makkelijker is dan oliepalm en rijst. Ja. En dat hebben we op eigen kracht ook ontwikkeld. Dus goud hadden we zelf kunnen ontwikkelen. Maar de NPS en de VHP voelden daar weinig voor. Daar kun je zien dat men in feite qua capaciteit om ontwikkeling op gang te kunnen brengen, is men zeer, zeer, zeer beperkt. Ja, is het nou niet terug? Is het niet terug, meneer Kalu, dat het land zo rijk is aan grondstoffen, hè? En ook qua, op het punt van landbouw alle mogelijkheden heeft. De bossen worden leeggekapt, goud wordt uit het grond weggesjouwd. En het volk leidt in armoede. Hoe kan dat in godsnaam? Omdat we stammerikken kiezen. We kiezen stammerikken in de leiding van het land. Dat is het punt. En het volk gaat het pas leren wanneer ze gaan pinaren, wanneer ze echt gaan creperen. Maar ze pinaren nu toch? Ze pinaren nu behoorlijk. Ja. Maar zij hebben ervoor gekozen om deze mensen
het voordeel van de twijfel te geven. Ja. En het probleem zit ook nog in de grondwet en het kiesstelsel. Ja. Zolang je de grondwet en het kiesstelsel niet verandert, ga je mensen aan het bewind krijgen die niet deugen. Ja. Per definitie niet. Nee, maar ik kan me een spotje van meneer Santoki herinneren, waarin hij, wat ik nu zeg, hè, toch wel ook deze vragen in de campagne stelde naar de kiezers toe. Van hoe kan het, hè, dat wij goud hebben, dat we bauxiet hebben, dat we hout hebben. Dat wordt allemaal hier het land uitgeschouwd en dat onze mensen in armoede leven. Dat, hij heeft dat tijdens de campagne als punt gemaakt. En we zien dus in die afgelopen maanden op dat punt toch wel weinig uit zijn handen komen. Is men zo kort van geheugen? Nee, mensen kort van geheugen. Meneer Albert Randien zit daar. Ja. Meneer Albert Randien komt van I Am Gold. Ja. Meneer Albert Randien heeft ervoor gezorgd dat meneer Santoki een zoet blijft voor de multinationals. Met andere woorden, de multinationals hebben de heren omgekocht. Zo simpel is het. Ja, ja. Dat kan ik hard maken, omdat niet ik, maar Santoki heeft een eed afgelegd om het belang van Suriname te dienen. Ja. Wanneer het belang van Suriname niet dient, terwijl de vissen, de gelden, de verdiensten liggen in de goudsector en je doet niets en je laat de multinationals hun gang gaan, je doet niet eens één kleine poging om meer te krijgen, om te heronderhandelen, de contracten die er zijn. Je doet geen enkele poging, je komt met een dooddoener. Ja, het is een contract, het is een wet, het is een wet namelijk, dat contract is een wet. Is door het parlement gegaan. Het is een dooddoener. Want toen zijn vrouw eigenlijk benoemd moest worden in de RVC van Staatsolie, toen kon alles. Ja. Ja, en zegt u van dat daar een stukje opportunisme in schuil gaat? Zelf eigen belang? Heeft men... Het is eigen belang en gewoon politieke lafheid. Ja, en men verkoopt eigenlijk het belang van het volk voor eigen gunsten. Ja. Ja. Die grote multinationals hebben het al lang in de gaten hoe onkoopbaar de top is. En ze zeggen het ook hoor. En Santoki, zegt u dat Santoki daaraan meedoet? Dat hij inderdaad, nou ja, zoals, laten we het eerlijk zijn, open kan zeggen. Kan niet anders, kan niet anders, kan niet anders. Omdat zowel Newmont, de geschiedenis van Newmont is, dat ze dat gedaan hebben en overal waar ze werken. En zij hebben in feite, laten we het zo zeggen, zelfs een vakbondsleider in Indonesië vermoord. Mm-hmm. Die kritiek had op hun. Ja. En ik weet hoe het gekomen is met het tweede contract. Newmont was er nog niet. I Am Gold was er al. En dat contract van I Am Gold moest vernieuwd worden. Bouterse was toen op een conferentie in Peru. En I Am Gold en Newmont zijn toen achter Bouterse aangegaan. En hebben daar een deal gemaakt wat in hun voordeel is. En die deal wordt voortgezet door Santoki. Ja. Dus hij kreeg een deel van de koek. Ja. Dankzij Albert Randien, die gestuurd is door I Am Gold, ga jij dicht bij de president zitten en zorg ervoor dat men niet aan onze belangen komt. En het volk betaalt de prijs daarvoor. En wij betalen de prijs. Ja. Nou zie ik dat ze een avontuur aangaan met IMF, meneer Kalou. Wat zal zeg maar de lening van de IMF uiteindelijk Santoki kunnen helpen om leeskansen te bieden aan de Surinamers? Wat zal met het binnenhalen van dat geld uiteindelijk leiden tot nieuwe mogelijkheden in het land? Dus hij kan daarmee ruimer als hij geld krijgt. En het is niet gebonden aan projecten. En het wordt niet gebonden aan projecten die goedgekeurd moeten worden door het IMF. Bij zo'n bedrag gaat IMF zeker een kantoor hier vestigen. Mm-hmm. En in feite de besteding van de gelden controleren. Als ze dat niet doen, dan heeft Santoki geld om te strooien. En deze mensen zijn gewend geraakt. Deze politici zijn gewend om met geld uit te geven. Regeren voor hun staat gelijk aan geld à la dol uitgeven. Aan vrienden en families of echt uitgeven aan, voor goede zaken, doelen, projecten? Voor goede zaken, maar daarvoor moet je eerst een ontwikkelingsplan hebben. Ja. En dat heeft hij niet. Ja. Maar waar gaat hij dan geld aan uitgeven? Dan gaat hij uitgeven aan de overheid en allerlei zaken voor de overheid. Ja.
En de overheid is een bodemloze put. Ja. En de term bodemloze put komt niet van mij. Nee. Dat komt van de Tweede Kamer in Nederland tijdens de vorige eeuw. Ja. Toen na 1900 de landbouw, de plantagelandbouw op zijn gat lag. Ja. Toen moest er geld uit Nederland naar Suriname komen. Samen met aardappelen, uien, zout, vlees en bajau. Ja. Om in feite de mensen te voeden hier. En vandaar komt de term in de Tweede Kamer, bodemloze put. En dat is zo gebleven. Ja. Dus zonder hervormingen is geld stoppen. Geld geven aan de Surinaamse overheid is weggegooid geld. Dus dat geld dat van het bedrag van het IMF is feitelijk ook zeg maar het deponeren van geld in een bodemloze put? In een bodemloze put. Ja. Tenzij IMF ja. in feite voorwaarden gaat verbinden aan de besteding van dat geld. Ja, u heeft er weinig vertrouwen in, hoor ik. Ik heb weinig vertrouwen erin. Ja, ik heb ergens hier gelezen dat u zegt dat IMF niet gaat lukken omdat politici te maken krijgen met Yang Patou-syndroom. Ja, ze hebben een, laat me zo zeggen, ze weten eigenlijk, kijk, IMF-mensen moeten ook gaan hun de gelden die ze geven kunnen verantwoorden. Ja. En als ze gewaarschuwd zijn dat Suriname corrupt is, omdat ze hebben eerder gratis geld aan Suriname gegeven, $90 miljoen, dat is gewoon verdampt, gewoon verdwenen. Ja. Het is Boutersen en Hoefdraak hebben het in hun eigen zak gestopt. En ze weten, ze zijn gewaarschuwd. Dus ze weten dat als ze het geld zomaar geven, dat het gaat verdampen. Dus ze gaan het zeer vermoedelijk aan voorwaarden binden. En ze gaan een kantoor hier vestigen. Maar alvorens ze dat doen, willen ze zekerheid hebben dat die gelden niet besteed gaan worden om aflossingen te doen. En als elke bank wil je dan de eerste hypotheek hebben. Dus je wilt ervoor zorgen dat de schuldeisers, dat die achtergesteld worden, de andere schuldeisers, India en met name China. China, ja. Ja, dus dat is de IMF, maar ik zie dat voorlopig niet gebeuren. Omdat China dat niet gaat doen. China wil die schulden hebben als breekijzer, als drukmiddel op de Surinaamse regering. Om ervoor te zorgen dat Santokki toestaat dat de Chinezen hier vlei kunnen blijven roven. Ja. Het nieuws begint nu, meneer Kallu, op de achtergrond. Het gaat heel allemaal automatisch. Ik heb dat niet in de hand. Even kijken. Hoort u dat ook op de achtergrond, het nieuws? Ja, ik hoor iets, ja. Ja, we laten het nieuws even lopen, omdat ik nog een paar zaken met u wil doen. Dat duurt ongeveer 1,5 minuut. Als u mij dat toestaat, laten we dat bericht even doorgaan. Ja, gaat u van. Ja. De bus was op weg naar Noord-Macedonië en kwam vanuit Turkije. Het ongeval gebeurde rond 2 uur 's nachts op een snelweg zo'n 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sofia. De bus zou tegen een vangrail zijn gebotst en op zijn kant terecht zijn gekomen. Daarop vloog het voertuig direct in brand en dat is de reden waarom zoveel passagiers om het leven kwamen. Het gaat om het zwaarste busongeval ooit in Bulgarije. En duizenden migranten hopen nog steeds op toegang tot de Europese Unie. Momenteel verblijven ze in een logistiek centrum aan de grens met Polen en het merendeel zegt absoluut niet terug naar Irak te willen. In samenspraak met internationale vluchtelingenorganisaties wordt nu het lot van deze mensen bepaald. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Minsk maakte bekend dat 118 migranten al vrijwillig zijn vertrokken naar hun thuisland. Het weer nog. Vanavond vallen nog enkele buien en de bewolking neemt geleidelijk toe. Vannacht kan in het zuiden, oosten en midden van het land wat nevel en mist ontstaan. In Zuid-Limburg daalt de temperatuur richting het vriespunt. Op andere plaatsen koelt het af naar 7 tot 3 graden. En tot zover het nieuws. Ja, we zijn terug en we gaan hier even door. En ja, we hadden dus over natuurlijk het IMF en ik had het over dat Yang Patou-syndroom, hè, waar u het ook over heeft. U heeft weinig vertrouwen dat goed komt. Maar u zegt, u vertelde ons toch wel hoe u dan naar het verhaal keek. Kunt u doorgaan? Ja, dus kijk, IMF gaat, omdat geld besteed wordt aan de overheid, overgrote deel. En in feite het niet duidelijk is hoe het geld besteed gaat worden, de projecten zijn nog niet geïdentificeerd, is de overheid die is gewend geld op te maken en de output is 0,0. Dus ik heb daarin niet veel vertrouwen. Het gaat
eigenlijk niets doen op het gebied van de visumverdiencapaciteit, gaat geen duurzame werkgelegenheid scheppen in de districten, gaat de landbouwproductie, gaat de industriële productie niet vooruitbrengen, gaat eigenlijk niets betekenen voor de reële economie van rente, van inkomen, van winsten, van werkgelegenheid, etc. Als er van de Wereldbank geld loskomt en dat wordt beter gedoseerd, dat wordt beter gemanaged, dat gaat naar concrete projecten en gaat naar een ontwikkelingsinstituut bijvoorbeeld die dat gaat managen, dan heb je meer en beter kans op een betere besteding van de gelden. Er heeft laatst 185 miljoen gekregen, hè, in het kader van internationale injectie aan landen om toch wel de economie die geleden heeft onder corona, om dat enigszins te ondersteunen. Dat bedrag heeft Suriname ook gehad. Wat heeft men met dat geld gedaan? Nou, dus dat is het toppunt van, ik zeg het onverstand, maar het is het toppunt van domheid. Men heeft dat geld op rekening gezet bij de centrale bank, toegevoegd aan de reserves. Het is dus doodkapitaal, het doet niks. Het werkt niet op de geldmarkt, het werkt niet op de kapitaalmarkt. Terwijl mensen dus in feite honger lijden, mensen lijden armoede, mensen zoeken goede kwaliteit werk, bedrijven sluiten, er is geen omzet, er is geen afzet, er is geen toename van de productie, er zijn geen investeringen. Met andere woorden, geld moet rollen, daarvoor is geld bedoeld, geld moet rollen om de bestedingen, de productieve bestedingen op gang te brengen. Maar omdat men geen ontwikkelingsplan heeft, men heeft dat niet, dan gaat men eigenlijk het toevoegen aan doodkapitaal. Ja. En dat is eigenlijk een voorbeeld van domheid. Dat is niet gebeurd met de Marshallhulp in Nederland en in Europa. Daar hadden ze van kunnen leren. Maar omdat ze niets weten van economische ontwikkeling in de wereld, dan kun je niet van hen vragen dat ze daar verstand van hebben. Ze hebben compleet daarvan geen verstand. En dat is het hele probleem. Maar dat zijn basis... Je kan geld hebben, maar als je geen verstand hebt, dan helpt dat ook niet. Ja, maar goed, we hebben op school geleerd van in tijden van economische neergang, dan moet die overheid juist investeren, toch? Om die economie precies aan te jagen. Zullen toch wat economen rondom meneer Santoki rondlopen die de basisprincipes van een lesje heertje toch dit moeten weten? Ze zouden het moeten weten, maar er is eentje daar en die is een polisverkoper geweest. Dus ik weet niet wat zijn invloed is. U heeft het over de minister van Financiën? Ja. Ja. Hij is polisverkoper geweest, zegt u? Ja. Verzekeringsmaatschappij toch? Ja. Die verkoopt polissen toch? Ja, maar goed, hij zou het moeten weten en toch doet hij het niet. Ik bedoel, zegt u van gebrek aan kennis? Gebrek aan kennis en omdat meneer Albert Ramdi daar zit, naar wie de president wel luistert, die komt met allerlei domme ideeën. Had de president niet inmiddels conclusies moeten trekken? Ik bedoel, met de debakels die we gehad hebben, dat waterstofverhaal, dat een groot fiasco is geworden, waarbij ondernemers binnengehaald zijn, waarvan achteraf blijkt dat ze toch wel malafide figuren zijn geweest, niet goed aangeschreven staan in de wereld, in hun eigen land, en ook vervolgd worden internationaal. We hebben die kwestie rondom die Indiase artiesten, filmproducenten gehad onlangs, waar meneer de president en zijn vrouw een mooi spotje van hebben willen maken. En zo kan ik nog een paar van die voorbeelden noemen. Ik bedoel, allemaal uit de koker van buitenlandse zaken. Ik bedoel, dat is toch al duidelijk voor Santoki dat dit geen soelaas biedt. Nee, dus kijk, hij moet nu al begrepen hebben dat in feite Albert Ramdi een ramp is. Mm-hmm. Die jongen heeft ook nooit echt gewerkt. Het is iemand die... Hij is assistent-secretaris-generaal geweest van OAS. Is assistent-secretaris-generaal is een erebaan. Ja. Is een erebaan voor ex-ministers en presidenten. Ja. En premiers. Maar hij is geen van geweest. Hij is geen minister geweest. Hij is geen van ze geweest. Nee, en toch. Hij heeft door goed lobbywerk heeft hij dus die functie gehad. Ja. En daar heet hij zitten duimen draaien. Meer dan dat niet. En dat is zijn eigen prestatie. Dus hij heeft nooit
een bedrijf geleid, heeft nooit echt iets gedaan, iets gewerkt. Nooit echt gewerkt, laat maar zo zeggen. Ja. En hij verkoopt dus mooie verhalen. En Jan is politiecommissaris geweest, heeft zich nooit verdiept in zaken van economische ontwikkeling. Is volgens mij ook te lui om zich daarin te verdiepen. Hij denkt hij heeft een goede adviseur en daarmee redt hij het wel. Maar dat was voor hem de nekslag. Want ja, hij gaat van de ene crisis naar de andere crisis gaan. Ja. Nou, gaan ze een avontuur op in Dubai voor $900,000. Ik begreep dat het project meer kost, maar nou ja, de organisatie was zo goed voor Suriname dat ze een stukje korting hebben gegeven. Maar goed, $900,000, daar kun je toch heel veel mee doen in een land waar men geen schoon drinkwater aan het volk kan geven. Dus kijk, dus die prioriteiten worden verkeerd gesteld. Het is alles wat via buitenlandse kant is in feite show. En daar is Albert Ram die goed is, maar het kost geld. Hij is een bijdrage aan de ontwikkeling van het land, is daarom ook 0,0. En het zal zo blijven. Dus men gaat grossieren in nog meer van dit soort calamiteiten. Nee, ik heb daarom mijn perspectief op de toekomst is daarom ook somber. Ja, hoe moet het verder, meneer... Ik ben uw naam even snel kwijt. Hey, meneer Kalu, hoe moet het nou verder met het land? Na 46 jaar, nog steeds aan het aanmoderen met de pet rond overal, van alsjeblieft. Ik bedoel, daar is toch geen eer mee te behalen? Dat komt omdat in feite, doordat de oude politiek, de leiders van de oude politiek, de politieke leiders, die houden niet van competition. Ja. Die houden niet van concurrentie, die willen geen mensen met verstand in hun buurt hebben, in hun partij hebben. En het gevolg daarvan is dat die niet in de politieke partijen zijn opgeroepen of zijn doorgedrongen. De nieuwe politieke partijen die er zijn, die moeten zich beter profileren of er moeten nieuwe opgericht worden. En eigenlijk moeten mensen die dus een beetje een staat van dienst hebben, de nieuwe politieke partijen ondersteunen met advies, omdat die anders het niet zelf kunnen doen, ja, gaan kunnen doen. Dus alleen daar wanneer er een alternatief komt, bestaande uit, en daar moet echt van Hindustanse zijde een alternatief komen. Ja. Omdat een groot deel van de Hindustanen, de meerderheid stemt niet op de VHP. Bedenk dat slechts 30% van de Hindustanen stemt op de VHP. Ja. Dus die 70% die moeten te huis vinden. Ja. En daarvoor moet er een partij komen. En de mensen zijn koppig. Het probleem is dat mensen die dat willen doen, die zijn bijzonder koppig en willen niet luisteren. En wat bedoelt u met koppig? Waar verklaart u dat begrip koppig voor ons? Koppig van, ze willen niet luisteren naar advies. Ja. Dus als je hier in de Surinaamse politiek bezig wilt zijn en je bent jong en je wilt bezig zijn, dan moet je luisteren naar een paar oude mensen met verstand. Ja. En die je vertellen van daar moet je oppassen, daar moet je oppassen, daar zijn valkuilen. Ja. Maar men wil niet luisteren en men denkt de wijsheid in pacht te hebben, want men is voorzitter. Maar voorzitter zonder verstand, die komt echt niet ver. Nee, klopt. Nee, je moet gepocht en gemaast zijn. Toch een beetje toch wel, bedoel op dat punt ervaring hebben opgedaan. Een beetje verdiept hebben en nou ja, begeleid zijn door mensen die op dat punt deskundig zijn. Heeft u namen in de even, we gaan nu naar een ander hoofdstuk. Maar ik bedoel voor Suriname naar de toekomst zegt u, met deze allure van politici, met Santokki en zijn ministers, daar heeft u geen hoop in, zegt u. Dat gaat het verschil niet uitmaken. Het blijft zeg maar hetzelfde van wat er altijd is geweest. Ja. Ja. Het is een lood om rood ijzer. Ja. En dus moet het komen van jong talent, hè, van een generatie nieuwe politici die breken met de oude politiek. Alleen ziet u daarin personen liefst naar boven komen, opduiken, waarvan je zegt van nou, die personen zouden het verschil kunnen maken. Nee, ik heb tot nu toe niemand gezien, omdat ze in feite allemaal het niveau missen. Het gaat om mensen van niveau. Je moet mensen van